Ik daag jou uit. Kan jij de video sneller liken dan dat ik dit inkleur? Kijk, het thema is magie. Oké, ik heb geen idee hoe ik dit ga doen. Maar ik wil een soort van kikker tekenen. Staat een kikker bekend om zijn tong? Al zien dat hij zeg maar zo'n hele lange tong heeft. Wat ik namelijk wil doen is ik wil deze kikker zo maken alsof hij zo meteen een mens is. Dus eerst maken we de kikker. Dit is de onderkant. En dan maken we hier zeg maar die kikkerpootjes van. Nou, op zich, ik vind het wel op een kikker lijken. En hier zie je dan natuurlijk zijn achterkant een beetje onderdoor. En dan maken we hier zo'n soort van prinses van. Ik hoop wel dat ik dit ga halen trouwens. Want die prinses die kust dan de kikker. Zo werkt dat toch in sprookjes. En volgens mij is het dan de bedoeling dat de kikker verandert in een prins. Nou, ze heeft haar lippenstift al opgedaan. Ik hoop wel dat ik dit binnen de tijd ga halen, want ik zie nu pas. Ik heb eigenlijk helemaal niet meer zoveel tijd over. Dus laat ik heel snel beginnen met het maken van de jurk. Een beetje basic misschien. Zolang het er maar op lijkt, is het goed. Dan maken we haar armen hier zo. Deze kant. En natuurlijk haar benen met haar schoenen. En dan belangrijk, ga ik extra groot doen, een hartje ertussen. Zo. Ik bedoel, liefde is ook een soort van magie, toch? Dat is zo cliché om te zeggen. Maar het is wel zo. En omdat we gewoon nog wat tijd over hebben, ga ik zelfs het hartje extra schattig maken. Want ik heb inmiddels geleerd dat dat echt helpt om er een hogere rating voor door te krijgen. Kijk, perfect. Magie of zo. Ik heb geen idee wat ik moet voorstellen. Dus ik geef het 1 ster, sorry. Oh nee, wacht, dit is een hooghoed met een konijn erin. 3 sterren. Hocus pocus. Ah, deze is op zich wel leuk. 2 sterren. Bij die eerste tekening zag ik eerst niet wat het was. En toen ik het realiseerde... Sorry, dit is niet zo goed. 1 ster. Maar toen ik het realiseerde, vond ik het ineens wel heel goed. Ik heb geen idee wat dat is. Oh, deze is ook wel leuk. 3 sterren. Oh, deze is ook leuk. Waarom hebben wij dat niet gedaan? Ik ga deze gewoon 4 sterren geven, denk ik. Nou, daar hebben we die van ons. Kikker, prinses met hartje. Ik vind hem wel leuk. Maar ik ga sowieso niet gewonnen hebben, want wat ik heb getekend is eigenlijk geen magie. Ja, dat bedoel ik. Misschien moet ik vals spelen. En dat klinkt misschien raar, maar het kan wel serieus door bijvoorbeeld dit te kopen. Dit is een tool waarmee je je recente kleuren kan zien. Dus de kleuren die je als laatste hebt gebruikt. Oké, wat wij moeten doen, is wij moeten een monster maken. En je vraagt je nu misschien af voor welk monster ik ga. Ik wil gaan voor Poppy uit Poppy Playtime. Nu moet ik alleen heel eerlijk zeggen. Ik kan me even niet zo herinneren hoe ze eruit ziet. Volgens mij heeft ze blauwe ogen. Dus dat zou zoiets zijn. Oh my gosh. Ik ben best wel laat gejoined. En dan heeft ze volgens mij een blauwe jurk aan. Zolang het er maar een beetje op lijkt. En ik weet eerlijk gezegd niet of dat nu het geval is. Dan zo even dit. Met nog een aantal knoopjes erbij zo. Kijk, en hier kunnen we dus onze recente kleuren zien hierboven. Ja, dat zou je kunnen zien als vals spelen. Maken haar handjes er even bij. En dan hier haar benen. Oh my gosh. Ik weet niet hoe we dit hebben gedaan. Dus ik ga het er voor de zekerheid even bij schrijven. Dit is namelijk Poppy. En dan maken we nog even van die gekleurde wangetjes zo. Ze is in ieder geval best wel creepy. Dit is gewoon iemand die aan het slapen is. Dat is niet bepaald eng. Hier heeft iemand Huggy Wuggy gemaakt. Nou ja, op zich. 1 ster. 2 sterren. Dit ziet er een soort van eng uit, maar het is wel heel weinig. Hey, hier hebben we Poppy. Ik vind het eigenlijk best wel eng. Ik kies alvast het thema voor zometeen. En het is een Roblox-spel dat gaat over deuren. Weet jij welke het is? Reageer het dan. Oké, in ieder geval top 3, dat zou top zijn. We zijn eerste. Yes. Goed zo, Poppy. Dankjewel. Oké, dit kan nog wel eens heel moeilijk worden. Maar toch ga ik het proberen. We gaan eerst even de vloer maken. Gewoon een mooie houten vloer. En dan gaan we hier deuren maken. Het spel is namelijk doors. En in doors heb je natuurlijk meerdere deuren. Oh, ik ben heel benieuwd of ik dit goed ga doen. Ik heb namelijk een idee voor ogen. Maar dat wil natuurlijk niet altijd zeggen dat het er ook zo uit komt te zien. Oké, we gaan de deuren wel even omlijnen. Want waar doors natuurlijk onbekend staat, dat zijn de monsters. Dus ik ga er hier boven een tekenen. Die een soort van wacht op spelers om door deze deuren te lopen. Het idee is dus eigenlijk dat hij een soort van aan het plafond hangt. Dan heeft hij volgens mij hier van die strepen zo. Zoiets. En dan heeft hij... Ik heb een plaatje erbij gepakt, maar dat helpt niet echt. En dan heeft hij hier een mond. En die is dan helemaal omringd met tanden. Oh my gosh. Dit is echt Pietje precies werk. Als ik iets uitschiet, dan ziet het er waarschijnlijk niet goed uit. Natuurlijk omlijnen we hem ook even. Perfect. En wat ik dan eigenlijk nog wil doen, is een aantal spinnenwebben maken in de hoek zo. Ik weet niet echt of het op spinnenwebben gaan lijken. Nou ja, op zich vind van wel. En dan doen we nog even zo'n aantal kraken in de muur. Alsof het allemaal heel oud is hier. En ook op de deur zelf zitten gewoon een aantal kraken zo. Ik vind het best goed gelukt. Oeh, de allereerste. Oké, is gewoon een deur. Op zich wel goed gemaakt. 3 sterren. Oké. Deze deur is gewoon niet eens ingekleurd. 1 ster. Wow, dit is wel heel recht of zo. Maar daardoor is het ook een beetje meh. Maar ik ga toch 2 sterren geven. Ik ga alvast het volgende thema kiezen. Oeh, hier hebben we onze tekening. Ik vind hem best goed gelukt. Oh, nou, dit is op zich 2 deuren. Alleen je ziet de helft maar. Dus 2 keer de helft is 1. 1 ster. Oeh. Dit is een goed voorbeeld van weinig is soms veel. Ik vind deze best wel goed. 3 sterren. We hebben best wel sterke concurrentie. Maar hebben we gewonnen? We zijn 2e geworden. Wacht, wat? Heb ik verloren van die deur? Het volgende thema, wat... Is dat een alien? Oké, het volgende thema wat ik heb gekozen heeft te maken met een spel wat gaat om dansen en zingen. En de hoofdrolspeler heeft blauw haar en draagt een microfoon bij zich. Weet jij wat het is? Reageer het dan hier beneden. Want het antwoord volgt... Het is natuurlijk Friday Night Funkin'. Het is een spel wat gaat om dansen en zingen. En de hoofdrolspeler is Boyfriend, die bekend staat om zijn blauwe haar. En niet alleen dat, maar hij draagt altijd een rood petje. En die heeft dan zo'n blauwe achterkant volgens mij. En dan heeft hij een beetje van die bijzondere ogen. Zoiets. En hij lacht wel altijd. Tot nu toe vind ik hem eigenlijk
best wel goed. Maar best wel is niet genoeg, vrees ik. Dan heeft hij een wit shirtje aan, zo. Met een microfoon vast dus. Eerst maar even het shirtje inkleuren. En waar hij heel erg onbekend staat, dat is dat hij op zijn shirt dit icoontje heeft. Nou, dan maken we hier even zo zijn hand. Hier hebben we zijn tweede hand. Dan heeft hij een blauwe broek. En dan heeft hij rode schoenen. En met rood gaan we gelijk verder. En ik hoop dat ik dit wel ga halen qua tijd. Want hij is altijd samen met zijn vriendinnetje, die ook letterlijk vriendinnetje heet. Ik weet alleen niet precies hoe die eruit ziet. Tenminste, ik weet wel hoe ze eruit ziet. Maar ik weet niet precies hoe haar gezicht er ook alweer uitziet. Dus ik ben wel een beetje aan het improviseren nu. Maar op zich vind ik het er eigenlijk best wel op lijken. Dus ik denk dat al met al... Boyfriend moet natuurlijk nog wel een microfoon in zijn handen hebben. Dit is de microfoon. Nee, maar ik denk al met al dat het er wel redelijk op lijkt. En dan maken we nog even een aantal muzieknoten. Om dus aan te tonen dat ze allemaal muziek aan het luisteren zijn. Zo, hoe net op tijd. Oh my gosh. Die is echt heel goed. Ik ga deze gewoon vier... Nee, weet je, ik ga deze gewoon vijf sterren. Dit is een Robux. Één ster. Nou ja, ik wil ze wel hebben. Twee sterren. Nee, we laten ons niet omkopen. Oh my gosh. Wat gebeurt er? Deze mensen zijn echt belachelijk goed. Wat is dit? Het gaat echt van links naar rechts. Of het is afschuwelijk of het is fantastisch. Oh, maar dit gaan we echt niet winnen. Al moet ik wel zeggen, die van hun waren niet ingekleurd. En die van ons is dat wel. Van top tot teen. Dus het zou maar zo kunnen dat we hier toch mee gaan winnen. Of in ieder geval in de top 3 belanden. Hier heeft iemand gewoon Friday Night Funk ingeschreven. Sorry, dat is niet genoeg. Wij kiezen alvast het volgende thema. Oh my gosh. 5 sterren. Dit is zo bizar. Nou, ik wil het eigenlijk geen eens zien. Wacht, wat? Dit is de eerste keer dat ik gewoon ga zeggen, ik vind niet dat ik heb gewonnen. Dit gebeurt zo vaak in dit spel. Als ik echt heel zeker ben van mijn tekening, verlies ik. En als ik denk, oh nee, die van de rest is veel beter. Je hebt gewonnen, joh, wat? Het volgende thema wat ik net heb gekozen is circus. En dat kun je op meerdere manieren opvatten. Er is namelijk een creepypasta genaamd Pomni. En die heeft een hoop creepypasta vrienden. En ik ga proberen om één van die creepypasta vrienden te tekenen. Zijn naam is Kane. En laat me je dit zeggen, dit is misschien wel een hele moeilijke om te doen. Hij heeft namelijk een gebit als gezicht. Ja, dat hoor je goed. Wat ik eerst ga doen, is ik ga eerst het gebit maken. En dit gaat misschien meer tijd kosten dan goed is. Maar ja, ik ga het zeker allemaal omlijnen. Oh, dat ziet er afschuwelijk uit. Hier had ik dat misschien beter niet kunnen doen. En ja, we zijn pas net begonnen. Waarom ik dat eigenlijk doe, is omdat we namelijk nu ogen erbij gaan maken op deze manier. Volgens mij is één oog groen en het andere oog is blauw. Oh my gosh, dit is echt heel lastig. Dan gaan we dit natuurlijk ook weer omlijnen. Ja, op zich. Het creëert wel diepte. En dan staat hij erom bekend dat hij zo'n hoedje op heeft. Ik ben alleen wel een beetje bang dat we weer met allemaal hele goede tekeningen gaan zitten. En dat ik deze keer niet gaan winnen. En dan heeft hij eigenlijk gewoon een pak aan. En dat pak is vooral een beetje rood, zoiets. Dan heeft hij zijn armen in zijn zij. En dan heeft hij een broek aan, zo. Hier twijfel ik echt een beetje om. Oh my gosh. En dan heeft hij handschoenen aan. Moeten we eigenlijk nog even een strikje maken, zo. Hupsakee. Ja, ik ben er best wel zeker van dat deze goed is. Ik weet niet of ik het omlijnen ga redden, maar ik ga het toch proberen. We zijn al zo goed bezig. Perfect. En ik weet niet of hij van muziek houdt, maar zo ziet hij er wel uit. Dus ook bij deze wil ik wat van die muzieknoten toevoegen. Ik vind het best goed gelukt. Oeh, dit past wel goed bij een circus, een clown. Ik ga deze denk ik 3... Nee, ik ga deze wel 4 sterren geven. Oh, deze Pomni is echt goed. 5 sterren, 5 sterren. Nou, dan hebben we die van ons. Dit is Kane. Oh, deze is tof. Oké, als ik in ieder geval nummer 2 of 3 ben, ben ik blij. Nummer 3. En daar ben ik serieus blij mee. Abonneer voor meer en adios.